Het onderwijs heeft de laatste jaren een heel grote financiële vooruitgang kunnen maken door de digisprongmiddelen. Dat heeft ertoe geleid dat we zeker op het vlak van laptops, Chromebooks en zo meer in onze scholen heel erg uitgerust zijn. Maar tegelijkertijd stelt zich nu de bijzondere of de belangrijke vraag: en hoe moet het nu verder? Wij zijn in die 2 jaar dat die digisprongmiddelen er gekomen zijn, zijn wij met 100 leerlingen gestegen en dus ook leerkrachten. Dus ons budget was gewoon ontoereikend van bij de start. Mm. Hè. Dus ik vraag mij af of dat daar niet flexibel op kan ingespeeld worden. Hè. Ja, en is er ook een digisprong voorzien binnen een aantal jaar als devices eigenlijk aan vernieuwing toe zijn? Digitalisering, uiteraard, zijn vaardigheden die onze leerlingen, waar ze moeten over beschikken. Dat ze goed overweg kunnen met sociale media, daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Dat leren ze zelf. Hoewel ik denk dat ze de diepgang daarvan toch onderschatten. Maar het enige nadeel is dat nu verwacht wordt bij de leerkrachten dat zij dat allemaal doen, hè, dat elke vakleerkracht dat kan. Maar ik ben daar nooit voor opgeleid. Ik weet nog dat wij als leerlingen zelf de leerkrachten moesten gaan helpen met bijvoorbeeld Smart School of een functie die zij nog niet goed begrepen op het internet. En ik denk dat het dan wel beter is om misschien een soort van bijlessen te geven aan de leerkrachten en bijscholingen. Het is heel erg belangrijk dat onze personeelsleden voortdurend, of dat de teamleden voortdurend worden geholpen, bijgestaan en verder geprofessionaliseerd. Als je zo geen digitale middelen in je klas gebruikt in je les, dan wordt je les al vaak snel aanzien als saai en altijd hetzelfde. Want de wereld gaat zo snel en de digitale wereld. En naast alle andere dingen moeten we ons daar ook in vernieuwen en altijd opnieuw uitvinden. Anders worden het maar saaie lessen. Dat is niet zo makkelijk. Het is leuk dat er de koala-testen digitaal worden, maar er moet genoeg ondersteuning zijn voor alle leerkrachten. En verder denk ik dat als GO heel belangrijk is dat we de digitalisering gebruiken, de digitalisering op school gebruiken om verschillen tussen leerlingen en hun thuissituatie ook te verkleinen, zodanig dat iedereen mee kan gaan in die digitale golf. Ja. De e-inclusie, zoals dat dan heet, is inderdaad een heel belangrijk aandachtspunt.